I know that y'all have noticed how the empire is falling. Yo, 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 yo. This is Pete Philly hier van Pete Philly en Percussion. Hey, Cuba hier met een speciale Phonics Report. Phonics staat een week lang in het teken van de hip-hop en de vrijheid. Nou heb ik de ambassadeur van de vrijheid naast me staan. En het is ook nog een hip-hopper, Pete Philly. Hoe is het, jongen? Lekker, man. Hoe is het met jou? Goed, goed, goed. Ambassadeur van de vrijheid, wat houdt het precies in? Dat wij in onze rol als act dan tijdens de festivals een beetje daarover hebben ofzo, of dat een beetje representen. Oké, okay, en je gaat dus op 5 mei ga je langs een aantal festivals met een helikopter? Yes, we gaan naar Roermond, Den Bosch, Haarlem, Amsterdam en Groningen. Vier de vrijheid met live reports vanuit de bevrijdingsfestivals. En dan is er de hiphop top 100 op 5 mei op Phonics. Op welke track zou jij stemmen? Wat is je top 3 bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet in welke volgorde, maar ik zou sowieso Gin & Juice van Snoop erin zetten. Ik zou sowieso Me, Myself and I van De La Soul erin zetten. En om even mijn boy Blacks te representen, dus dat is van Blacks. De Hip Hop Top 100. De lijst met de 100 beste hip hop tracks aller tijden. I know that you have noticed how the empire is falling. Time to replace it, time to quit stalling. En er komen tijden van verandering aan volgens Pete Philly. Want als je goed naar Empire luistert, dan krijg je een soort van gevoel dat er een soort van change is. Leg eens uit. Nee, ja, je ziet met zeg maar dat de... Weet je wel, de natuur, het milieu verandert, de verhouding in de wereld veranderen en zo. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat we een beetje aan het einde zitten van een bepaald soort tijdperk. En ik heb het gevoel dat veel mensen van mijn generatie dat ook een beetje hebben. Dus daar gaat het om. Noem ik Empire omdat juist die track heel hard gaat op Phonics. Hoe is die track ontstaan? Die track heb ik geschreven in Frankrijk toen we daar begonnen aan onze plaat. Zaten we in een huisje daar, hebben we wat tracks opgenomen. En ik hoorde gewoon die beat en toen had ik het refrein en toen dacht ik, nou laat ik hem maar eens over schrijven. Dus daar is die track een beetje ontstaan. Ik vind trouwens echt fucking hard dat Empire hard gaat op Phonics, want dat is echt best wel een hip-hop track en niet echt een makkelijke track of zo. Ik vind het dope dat die goed gaat daar, man. Zeg dan. En hey, ja, hoeveel mensen hier luisteren naar hip-hop? Make some noise! Mensen die een performance hebben gezien van Pete Philly en Perquisite, die zien Perquisite op het podium met zijn cello. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Ja, hij speelt natuurlijk cello en dat is gewoon tof. Ik weet vrijwel zeker dat er nergens in de wereld een producer is die met een elektronische cello ook het podium opgaat. En ik denk hoe meer we onszelf kunnen onderscheiden van de rest, hoe beter. En dat is definitely één van de dingen waarin we ons onderscheiden. Hoe zou je de muziek zelf omschrijven die je maakt? Ja, als het van eclectische hip-hop of zo. Het ding is, we maken de basis is hip-hop, maar we gaan best wel vaak qua tempo, BPM's, sounds en zo stappen we er vaak genoeg uit en ik denk dat dat ook komt, dat daardoor we ook een beetje een breed publiek hebben, omdat soms is het heel elektronisch, soms is het heel erg akoestisch en daardoor blijft het voor ons interessant en daardoor ook voor heel veel verschillende mensen ook. De Week van de Vrijheid, deze hele week, hier op Phonics. Ja, je zegt heel veel verschillende mensen, dat klopt wel, want jullie zijn hard in Japan en je hebt net opgetreden in Frankrijk, toch? Hoe was dat? Ja, Frankrijk is off the easy, man. Ik hou echt van Frankrijk. Want ik heb me laten vertellen dat het publiek zo lang bleef schreeuwen dat jullie niet meer konden verder spelen op dat moment. Ja, we konden niet eens de volgende track inzetten, want het bleef maar klappen. Het was zoveel love, jongen. Het was pas de vierde keer dat we in Parijs speelden. Dus het is toch, we weten toch zonder heel veel marketing en geld, maar gewoon puur op komen spelen en gewoon goede shows geven, weten we dus best wel snel dingen op te bouwen. Net als in Nederland toen. We hebben dat ook echt in een half jaar opgebouwd in Nederland, van voor 20 man spelen naar gewoon zalen uitverkopen. En dat zijn we nu ook echt in Duitsland, België, Frankrijk, Japan, Spanje. We zijn het op dat soort plekken ook aan het doen en dat is echt vet. Que pasa? Be Philly hier. Muzikanten verdienen sowieso veel minder dan dat mensen nu denken. Mensen zien nog steeds MTV Cribs en denken dat dat is wat het is. Maar in principe is het zo dat dat echt hard werken is voor niet zo heel veel geld. Het is echt, je moet heel veel passie en liefde hebben en uithoudingsvermogen om het te kunnen blijven doen. En ik denk dat veel mensen dat nog niet genoeg realiseren. Dat al die artiesten die ze zien, dat die echt heel hard aan het werken zijn voor niet zo heel veel geld. Let the flood come and wash it away, yeah. Pete Philly, van Pete Philly Perquisite, hier op Phonics. Peace.